We hebben een lang paasweekend voor de boeg en iedereen die vrij is en activiteiten buiten gepland heeft, die hoopt natuurlijk dat de regenmeter niet gevuld wordt met regendruppels, maar met paaseieren. En de afgelopen 2 dagen hadden we wel een beetje een dipje met wat meer wolkenvelden. En waren het die spaarzame zonnige momenten waar we het mee moesten doen. Maar tijdens het weekend is er gelukkig wel iets meer ruimte voor de zon. Als we even het grootschalige plaatje erbij pakken, dan valt op dat we vrijdag nog met een lage drukgebied te maken hebben. Die tolt een beetje over ons land en trekt geleidelijk weg naar het zuiden. En dan komt er vanuit het noorden ruimte voor opklaringen door de invloed van een hoge drukgebied boven Scandinavië. Nou, die hoge drukinvloed blijft ook zaterdag en zondag zich nog laten gelden. En pas op tweede paasdag neemt vanuit het westen de invloed van lage drukgebieden weer toe. Gaan we de bewolking zien toenemen en in de loop van tweede paasdag volgt vanuit het westen dan wat regen. Eventjes kijken naar de overgang van vrijdag op zaterdag. Ik noemde net al even die opklaringen vanuit het noorden. En dat zorgt voor een behoorlijk groot temperatuurcontrast. In het zuiden van het land is nog veel bewolking aanwezig. Valt af en toe nog wat lichte regen. Terwijl in het noorden die opklaringen al terrein aan het winnen zijn. En daar daalt de temperatuur zelfs richting het vriespunt. En in die opklaringen kan ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. En morgenochtend kan dat in het noorden van het land er echt nog wel even voor zorgen dat het daar een tijdje grijs blijft. Maar in de middag gaat de bewolking dan vaker openbreken. Temperatuur ligt dan tussen 11 graden in het noorden en oosten tot zo'n 14 graden in het zuiden van het land. En met een beetje geluk, als de zon in de middag wat langer schijnt, dat in het uiterste zuiden nog net die 15 graden aangetikt kan worden. We hebben te maken met een noordoostenwind, dus op het moment dat er in Duitsland paasvuren worden afgestoken, moeten we toch wel rekening houden met wat overlast door fijnstof of rookgeur. Dat is ook zondag nog aan de orde, dan hebben we iets meer een oostelijke windrichting, maar dat verandert aan die situatie niet al te veel. Zondag, net als zaterdag, overwegend droog en de temperatuur valt al een klein stukje hoger uit. We zien 13 graden in het noorden en zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Met een matige wind daarbij. Dan nog even vooruitblikken naar tweede paasdag. Dan neemt vanuit het westen de invloed van die lage drukgebieden wat toe. De dag begint droog en zonnig, maar in de middag volgt vanuit het westen dan regen. Temperatuur ligt rond 14 graden en de dagen daarna wordt het weer behoorlijk wisselvallig. Temperatuur doet ook een stapje terug. Tussen de buien door wel ruimte voor de zon, maar dan is het gewoon weer een stuk wisselvalliger vergeleken met dat overwegend droge paasweekend.